Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Eventjes weer alles klaarzetten en dan gaan we zo gezellig van start. Ik heb weer wat spulletjes voor jullie klaargelegd. Vanmiddag gaan we even relaxed aan het inkleuren. Dus gewoon even een middagje ontspanning. Ik ben heel benieuwd wie er allemaal mee gaan kijken en of jullie al een beetje bekend zijn met de Derwent potloden waar ik vanmiddag mee ga kleuren. Of ja, eigenlijk heet het Derwent. Iets in die trend. Maar dat is voor mij iets lastiger uit te spreken. Dus voor mij is het gewoon Derwent. Gewoon op zijn Hollands. Ik zie de eerste kijkers al binnenkomen. Gezellig. Hartstikke leuk. Nou, ik heb mijzelf weer gevonden. Ik zie jullie reacties. Dus we gaan er een gezellig middagje van maken met z'n allen. Ik zie Hanny Looy weer voorbij komen. Nou, Hanny, ik hoop dat je deze keer niet in slaap valt. Gisteren was ze eventjes gezellig bij ons in de winkel. En dan is het altijd leuk om de mensen nog eventjes weer, ja, toch te spreken, zeg maar, die altijd meekijken. Soms tref je dat ik net eventjes in de winkel ben en anders helaas. Nou, wat ga ik vanmiddag dus doen? Het is niet nieuw, maar voor ons is het nieuw. De Derwent Intense hebben wij al een hele tijd in onze winkel. Maar we hadden alleen de assortieblikken van 72 en van 24 uit mijn hoofd. Maar niet iedereen wil natuurlijk zo'n complete doos hebben. En ik ben heel eerlijk hierin. Zelf heb ik deze grote doos. En hij heeft bij mij gewoon 3 jaar in mijn kast gelegen. Dat ik er eigenlijk niks mee gedaan heb. En een tijdje terug ben ik ermee begonnen en toen dacht ik van wauw, wat is dit fijn en wat kleurt het eigenlijk heerlijk. Gewoon, het geeft gewoon heel snel mooi resultaat. Er zit dus heel veel pigment in en omdat ik er zelf zo enthousiast over was en ik zoiets had van ja, maar niet iedereen kan in één keer zo'n complete doos aanschaffen of iedereen wil het wel een keer proberen. En we hebben in ons assortiment geen losse aquarelpotloden. Dus toen dacht ik van, waarom doen we deze niet? Dus vanaf nu hebben wij het display met de 72 losse potloden in ons assortiment. Nou, hier kunnen jullie de eerste wel een beetje bekijken. Deze zit nog dicht, zit dus netjes verpakt. 72 kleurtjes, heel mooi op elkaar afgestemd. Ik meen dat deze grote €150 kost en de het blik van 24 kost, meen ik uit mijn hoofd, €49. Nou, ja, deze is 149. Nou, wat staat er achterop? Derwent Intense Pencils are highly versatile, water-soluble pencils, which create a vivid ink-like color when combined with water. Dus als je deze gaat combineren met water, dan is het, zijn ze echt heel erg hoge pigment. Als deze droog zijn, worden ze ook permanent. En dat is dus het, het unieke aan deze Intense. Ze zijn dus na drogen permanent. Wat betekent dat je dus de dingetjes over elkaar, de laagjes over elkaar kunt doen. Als je normaal gesproken met iets met aquarel gaat doen en je gaat het weer activeren met water, gaat alles in elkaar overlopen. Dus je gaat de kleuren in elkaar vervloeien. En dat heb je met deze dus niet. Hier kan je laagje over laagje op gaan bouwen. En dat is echt superleuk. En je zult echt straks merken als ik hiermee ga kleuren dat ze gewoon heel veel pigment hebben. Nou, ik heb voor jullie, ik ga even deze doos aan de kant leggen. Ik heb voor jullie een kleurenkaart ingekleurd. Jeanette Blauw heeft deze kleurenkaarten gemaakt en die staan in onze groep ook bij de bestanden als gratis download. Dus dan kun je zelf een kleurenkaart gaan maken en daarop kun je kleuren in gaan kleuren. Ik heb hem op mijn manier gemaakt en dat betekent dat ik dus met veel water heb gewerkt. Ik kleur altijd vrij licht, maar met deze potloden kun je nog veel donkerder gaan werken en dat zal ik straks ook laten zien. Nou, ik heb er 2 gemaakt. Eentje gaat weer mee naar huis en eentje blijft hier in de winkel. En je kunt wel zien hoe gaaf die kleuren zijn
en wat voor mooi kleurpalet je in dit setje hebt. Ik ga vanmiddag ook gewoon, ik weet niet wat voor afbeelding ik ga kleuren. Ik bekijk het straks gewoon ter plekke. Ik heb het niet voorbereid verder. Ik ga gewoon denk ik een beetje testjes doen en een beetje dingen uitproberen. Wat heb ik gedaan? Ik heb deze hele handige tas van, ook van Durant. Ja, ik zal proberen netjes uit te gaan spreken. Ik heb dus deze tas en daar heb ik ze allemaal in gedaan. Deze tas, hij kost €32,95. Ik vind hem zelf erg leuk. Het is gewoon een canvas tas. Hier kun je ook nog wat spulletjes in gaan stoppen. Deze is ideaal als je veel gaat kleuren. Ik kleur heel vaak, als ik naar pap en mam ga, neem ik wat kleurspulletjes mee in mijn rugtas. En dan neem ik bijvoorbeeld deze mee. Dit gaat voor mij makkelijker dan een blik meenemen. En in het blik vallen mijn potloden eruit en hierin zitten ze netjes vast gekleurd. Even kijken, ze zijn ook mooi te blenden met een Tombow blender. Oh, dat wist ik niet, Ria Hemkes. Dat ga ik eens even proberen. Nou, ik ga het even opschrijven, want ik ben nu natuurlijk in de winkel en dan kan ik straks even een Tombow blender meenemen. Of mocht er iemand van het personeel meeluisteren, ben er bang voor, want we zijn even met een persoontje minder. Dus ik ben bang dat er niemand meeluistert. Maar mocht het het geval zijn, dan brengen ze misschien wel even een blender van de Tombow bij mij. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb ze dus allemaal hierin gedaan. En dan kun je hier voorin, er zit nog een vakje, daar kun je eventueel, als je bijvoorbeeld gewone potloden hebt, kan je daar ook je doezelaars, je gummetje en alles in doen. Ik kan hierin mijn Derwent Waterbrush doen. Ik heb er een Couture Creations gummetje in zitten. Ik heb er mijn Pixie Powders in zitten, of Liquid Pixie Dust, want dat is ook super gaaf. Oh, Thea Bouwland zegt, jee, een kleurvideo. Nou, als Thea meekijkt, dan wordt voor mij het level wel eventjes ietsjes hoger. Want Thea is zo goed hierin. Maar je mag jezelf niet afkraken. Iedereen heeft eigen talenten en eigen unieke kleurprestaties. Laten we het zo zeggen. Je kunt ze hierin netjes onder die elastiekjes opbergen. Er zit een ringbandje in, dus je kunt ze er ook allemaal heel makkelijk uithalen. En voor elkaar neerleggen. Ik heb er dus de Intense allemaal in zitten. En ik heb ook de Grafitint erin gedaan. Dat is een ander soort, ook op waterbasis. Nou, als je graag in een kleurboek werkt, dan werkt dat ook heel goed, zegt Ria Hermkens. Nou, ik ga het zeker uittesten, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, ik haal dit er even uit. Ik wilde gewoon deze tas even laten zien. Ik vind hem echt heel leuk. Heel handig. En ik ga deze er even uithalen, want dan heb ik iets meer ruimte om me heen om te werken. Nou, ik zie dat er steeds meer bekende dames bij komen kijken. Jullie maken het voor mij wel een beetje lastig, hoor. Nee, ik ga gewoon lekker mijn ding doen. Gewoon kleuren zoals ik altijd doe. Een uurtje ontspanning. Welke had ik alvast hiermee ingekleurd? Dat is deze. En jullie zien wel, ook deze is gewoon echt op mijn eigen kleurstijl. Dus echt lichtjes ingekleurd. Hierbij heb ik nog maar één laagje groen gedaan. Maar er moet nog meer groen overheen om wat contrast te krijgen. Nou, het is inderdaad net wat Thea zegt. Het gaat om het plezier wat je ermee beleeft. Ieder zijn eigen niveau. Dat is absoluut zo. Iedereen heeft eigen niveau. Iedereen heeft ook een eigen manier van inkleuren. Een eigen stijl. Ik ben niet zo van het hele felle inkleuren. Ligt er wel aan welk project. Maar ook dat is wat iedereen leuk vindt. Wat ik bij deze wel even wil laten zien. Ik ga gewoon eerst even beginnen. Om wat verschillende kleurtjes te laten zien. Ja, mooie scherpe puntjes aan de potloden. Goed dat je het aangeeft, want dat was ik bijna vergeten. Ik heb nog niet alle kleuren geslepen. Het is de bedoeling als jij nieuwe potloden koopt, dat je altijd eerst je potlood even gaat slijpen. Ik heb het voor het inkleuren van deze dus niet gedaan.
Maar er zit altijd een soort laagje overheen. En in principe is het de bedoeling dat je even je potloden gaat slijpen. Ik heb zelf deze fijne van de dalen. En daar krijg je dus een heel fijn puntje aan. En het voordeel van deze is dat hij dus niet je punten er of je slijpsel eraf slijpt. Maar hij schraapt het er vanaf. Dus dat is voor het behoud van je potlood. Want je slijpt niet je potlood elke keer helemaal stuk. Dus deze is echt een aanrader. Ook voor allerlei soorten potloden. Dit kan voor alle potloden. Even kijken. Kan dit ook met de Derwent Colorsoft? Nee, je kunt niet hetzelfde doen met de Derwent Colorsoft. En waarom niet? Omdat dit een aquarelpotlood is. Een Intense. Daar staat een kwastje bij op. Dus deze activeer je met water. En de Colorsoft is een gewoon potlood. Dus een normale, zeg maar. En het daar kun je eventueel doezelen met terpentine. Papiersoort heb ik nog niet genoemd. Ga ik op terugkomen. Ik heb de Polychromas van Faber-Castell. Maar op zoek naar een goede puntenslijper. Welke adviseren jullie? Nou, dan kan ik je deze adviseer. De Dalen 133. Krijg je dus echt die hele fijne scherpe puntjes mee. Het papier waar ik heel graag op werk. Dat is het Florence. En het Florence is er dus in smooth. Dat vind ik het prettigste. Smooth betekent glad. En dit is de Intense White. Ik hou heel erg van wit papier. Maar ligt er ook een beetje aan welke ondergrond jij gaat werken. Vaak op wit komt je papier of je kleur helderder over. Leverbaar in 200 grams of 300 grams. 300 grams kan iets meer water aan. 200 grams is makkelijker als je de plaatjes uit wilt gaan knippen. Dus dat is even een keuze wat je zelf moet gaan maken. En dan hebben wij ook nog de 200 grams en de 300 grams ook in smooth. Maar dan in die beetje die off-white kleur. En wat wij ook nog hebben is de texture. Hebben wij ook in wit en in deze kleur. En die heeft heel iets een werkje erin zitten. Kun je ook prima op kleuren. Maar sommigen vinden dat voor het stempelen net wat lastiger. Dus het is wat jij zelf prettig vindt. Nou, ik zie dat Anja al boven komt. Dus er luisteren wel wat collega's mee. Nee, mevrouw heeft opgebeld. Oh, mevrouw heeft opgebeld. Nou, super. Dit is dus de Tombow en die gaan we er zo even bij proberen. Want het schijnt dat je hiermee dus ook heel erg makkelijk kunt blenden. Nou, super die service van jullie. Nou, Ellen zegt ook al, klopt inderdaad. Ik was eventjes niet helemaal op deze puntenslijper. Maar goed, we gaan er gewoon, we maken er een middagje van jullie vragen. En ik beantwoord gewoon dus. Het wordt gewoon een beetje een huistuin- en keukenuitzending waarin alles kan en alles mag. Hierop kan je de scherpte van de punt in gaan stellen. Dus je kan een hele stompe punt gaan doen of je kan een hele scherpe punt gaan doen. Dus dat is wat jij zelf wilt. Ik vind zelf een hele scherpe punt vaak wel prettig. Nou, ik heb ook eventjes, omdat Art by Marlene, dat kun je lekker fel in gaan kleuren. En ik denk, ik wil eventjes ook fel laten zien. Dus daar ga ik mee beginnen. En ik ga beginnen met de kleur 230. Dat lijkt me wel een lekker fel kleurtje. Ook hierbij zijn verschillende manieren van inkleuren. Ik ga die Tombow straks eventjes proberen. Ik ga eerst eventjes lekker met deze aan de slag. Nou, deze wil ik vrij donker hebben. Nu moet ik heel eerlijk zeggen, dit heb ik zelf nog niet eerder zo op deze manier dat hele felle gekleurd met de Intense. Dus dit is voor mij ook even een test van hoe en wat. Dan pak ik mijn waterbrush erbij. Dit is de Derwent Push Button. Dan betekent je kunt er water in doen.
Maar hij geeft het water niet af. En normaal gesproken, als jij met een waterbrush gaat kleuren, je doet er water in, geeft je constant water af. De ene keer een dikke druppel, de andere keer bijna niks. Ik vind dat heel irritant. Deze heeft alleen een push button. Dus zodra ik hierop druk, komt er water uit. Ga ik hierbij niet gebruiken. Hierbij heb ik een bakje met water aan de zijkant staan. En maak ik gewoon elke keer zelf even mijn kwastje nat, zodat ik de controle heb. Nou, dit ga je activeren met water. En kijk eens hoe gaaf die kleuren dan worden. En dit kan je dus uitvloeien tot een licht puntje. Je kan de kleur weer afvegen. Kijk, en zo heb ik aan het einde heb ik een mooi licht stukje. Ik moet even oppassen, want ik heb mijn camera vrij laag hangen. Omdat jullie het anders niet zo heel goed kunnen zien. Dus ik zit elke keer met mijn haren in beeld. Of tegen de camera aan. Dus. Oh, Loes Tak had gebeld. Nou, super bedankt Loes. Echt, ja, ik vind het heel fijn dat jullie zo meedenken. Deze laat ik eventjes drogen. Want dan ga ik er straks gewoon even een kleurtje overheen bouwen om jullie te laten zien. Heeft iemand een tip voor een kleurkaartschabloon? Een kleurkaartschabloon. Jij wilt zelf zeg maar je kleurenkaart maken. Want dan hebben wij, ja dat kan ik je nu niet gelijk zeggen. Of gelijk laten zien, want ik heb hem niet binnen handbereik. Maar van Elisabeth Craft Design hebben wij een hele handige stempel om zelf kleurenkaarten te maken. Ik heb die zelf ook gebruikt voor mijn dilutions paints. En dan kun je dus voor elke kleur kun je een apart vakje maken. Voor deze kleurenkaart van de Derwent hebben wij dus een bestand in onze groep staan. Die kunnen jullie gewoon downloaden. En dit watercolorpapier van Vasen, als je dan de 200 grams pakt, die kan ook prima door de printer. Dus je kan het gewoon zelf lekker uit gaan printen. Nou, deze kleuren, kijk toch eens, dit is toch tof. En als ik nou normaal gesproken aquarel doe en ik laat dit drogen en ik ga er weer overheen, zou betekenen dat mijn kleuren weer in elkaar gaan verlopen. Deze wordt permanent na droging. Ik wil er een, nou, wat zullen we zeggen? Een beetje blauw bij hebben. Gewoon om even te kijken van wat het gaat doen. Even kijken of het goed, ja, het is nog niet helemaal goed droog. Ik wacht heel eventjes, want anders dan ben ik bang dat ik nu bezig ben en dan verpest ik het, want dan is het straks mislukt. Kijk, je kan wel zien die kleur, het is echt super intens. Je kan ook nog zeggen van, nou weet je, ik wil het nog feller hebben. Je kan hiermee ook gewoon laagje over laagje opbouwen, net zoals altijd. Dus gewoon bovenaan nog weer een beetje opzetten. Nou, ik vind dit eigenlijk wel een heerlijk rustgevend plaatje om in te kleuren, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, dit soort plaatjes kan je ook gewoon hatsenflats inkleuren. Niet nadenken, gewoon dit hoeft niet netjes. Maar je kan dit ook gewoon helemaal netjes doen. Een beetje zoals ik er nu doe, dat je denkt van het moet gewoon een echt in de Janine-stijl. Kijk, en dat is gewoon ja, net wat jij zelf eist van jezelf. Van, hoe wil ik gaan kleuren? Wil ik alles netjes en Pietje precies? Ja, dan ben je er wat langer mee bezig. Heb je zoiets van, ach weet je, het is voor een art journal, moet lekker losjes. Nou, dan kleur je gewoon echt ja, een stuk sneller. Dus kijk gewoon wat je zelf lekker vindt. Wat jouw manier van kleuren is. Ik vind het altijd leuk om ja, veel laagjes, veel details aan te gaan brengen. Wat je met een waterbrush wel hebt,
Die blijft altijd vrij lang nat. Dus je hoeft niet elke keer in je bakje te dopen. Je kan er gewoon echt lekker lang mee door gaan kleuren. Lukt dit ook om grote vlakken in te kleuren? Heb het geprobeerd, maar dat is niet mooi. Nou, grotere vlakken. Wat je ook kan doen. Het is namelijk een aquarelpotlood. En je kan ook vanaf de punt kan je nog weer de kleuren op gaan nemen. Dus je kan ook zeggen van, nou, ik ga over de punt heen. Mijn verf wordt zo geactiveerd. En ik breng er een nieuwe laag over aan. En dat kan je dus met die grote vlakken gaan doen. Dat je gewoon die kleurtjes wat vaker aanbrengt, zeg maar. De opbergmanier, ik heb ze nu dus in deze Derwent-tas gedaan. Vind ik ideaal. En we hebben ook nog van die, als jij alleen maar thuis kleurt, hebben wij ook van die X-dividers. Ja, ik weet zo eventjes niet van Deflecto, geloof ik. Daar kan je ze ook rechtop in gaan zetten. Dus ook dat is nog een manier. Nou, kijk, dit is gewoon echt lekker. Een hele briljante kleur. Een hele intense kleur. En ik ga er zo eens even lekker met een ander kleurtje overheen om te kijken wat hij doet. In eerste instantie, kijk, ik moet er daar even een beetje wegpoetsen, want ik ben ietsjes buiten de lijntjes gegaan. En als ik dat niet gelijk doe, dan is hij straks opgedroogd en dan is het dus permanent geworden. In eerste instantie wilde ik wat blauw hier overheen gaan doen, maar ik denk dat ik toch ga kiezen voor een oranje tint. Gewoon omdat ik dat even net iets leuker vind. En ik ga kiezen voor de Tangerine 300. Die stempel om zelf de kleurenkaart, die kan je vinden onder de groep bij merken. En dan Elisabeth Craft Design. En dan moet je kijken bij stempels. Ik zal proberen om na de uitzending nog eventjes die in de groep te gaan posten. Nou, ik doe er iets oranje overheen. En je zult zien dat je op deze manier nog meer diepte gaat creëren in je project. Zonder dat oranje weer met dat gele gaat mengen. Kijk, ik zal het dichter in beeld laten zien. Dus je hebt nu die die gele onderlaag. En je gaat de oranje overheen bouwen. Dus je gaat laagje over laagje opbouwen. Vooral bij bloemen en zo vind ik dat zo super leuk. Ik wil hier wat blauw bij gaan doen. Ik ga gewoon even een beetje kleuren. Ik ga nu eerst dat felle even laten zien. Dus echt dat donkere kleuren. En dan ga ik straks eventjes nog naar een bloemetje toe om te laten zien van dat je ook gewoon lichter in kunt kleuren. En dan laat ik zien op welke manier ik dat doe, want daar is ook nog een andere manier voor. Of is een andere manier voor? Ik gebruik daar een andere manier voor, laten we het zo zeggen. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Ik wil hier de buitenkant blauw hebben. Vind je het nou lastig om te kijken van welke kleuren passen bij elkaar? Daar hebben we ook een heel handig kleurenwiel voor. Maar die heb ik thuis laten liggen. Die ben ik vergeten. Dus helaas. Dat komt dan in een volgende uitzending. Als het goed is, ik heb een extra standaard besteld voor thuis. Dat ik ook beneden kan gaan filmen. Dus dat ik ook wat vaker het kleurproces beneden kan gaan filmen. Dat ik niet altijd naar boven hoef. Dat is voor mij ietsjes makkelijker. Ja, de stempel zal ik na de uitzending eventjes nog laten zien welke dat is. Komt helemaal goed, dames. Kijk, zie je nu, gaat activeren hoe tof die kleur dan wordt. En je kan het tot echt lichtjes weer uit gaan poetsen. Maar het grote voordeel is straks, hij is straks permanent. Dus je kan er met een andere kleur overheen gaan, mocht je dat willen. En wil ik bijvoorbeeld mijn puntje groen hebben, dan kan ik ook het puntje in eerste instantie wit laten.
En dan ja, kan ik zo meteen wel even laten zien. Ik kan het wel vertellen, maar laten zien is makkelijker, denk ik. Ik zal nu wellicht niet alles helemaal binnen de lijntjes kleuren, omdat ik heel ver van mijn werk af zit. Dat is het nadeel van zo live kleuren. Normaal gesproken dan heb ik het op mijn kleuren of op mijn werktafel staan. Ik heb zo'n zo'n schildersezel. En dan zit je er rechtop voor en dan kijk je toch heel anders tegen je werk aan. En dan zit ik ook altijd met mijn neus eigenlijk erbovenop. Misschien is dat voor het proces van loslaten wel beter om gewoon van ver af te kleuren. Want dan kun je gewoon niet zo netjes werken. Kijk, zie je hoe tof die kleuren worden? Dit wordt gewoon echt een, ja, ik vind het leuk om te doen. Deze is ook voor mixed media super leuk. Je kan namelijk ook gewoon ja, rechtstreeks op je mixed media papier hiermee gaan kleuren. Deze kleuren blijven toch gewoon lekker permanent. Ze geven lekker veel pigment af, dus ze vallen echt heel goed op. Ook het Colorstock team en heel veel leden uit het Studio Light team werken ook met deze op de, deze potloden op de Art Journal pagina's. Echt heel gaaf. Even kijken. Groen vind ik hier ook wel leuk bij. Oh, ik zie dat Crea Nancy, die heeft de stempel van Elisabeth Kraft al eventjes gelinkt hier in de groep. Dus, of hier in de chat, dus hartstikke bedankt. Even kijken, ik ga er een leuke felle groen bij doen. Daarvoor kies ik de appelgroen, de 1400. Ja, ik zie dat Thea Bouwland zegt van het is inderdaad lastig om tijdens een live om dan echt precies te kleuren. Tenminste, ik denk dat je dat bedoelt. Of misschien dat je ook het loslaten wel bedoelt, want jij bent ook wel echt van het Pietje precies werk. Maar ja, dat is gewoon een ieder zijn eigen ding, zeg maar. Ik vind het wel leuk om hier groen te gaan doen. En dan ga ik hem hier aan de bovenkant lekker een beetje dat hele felle geel doen. Ik maak er gewoon echt een kleurrijk feestje van, dames. Weet je, dit is gewoon even testen. Gewoon even uit de comfortzone stappen. Nou, en hoe harder je hier natuurlijk op drukt, hoe meer pigment hier al op blijft zitten. Ik had wel, wat ik wel gewoon eerlijk wil zeggen, ook hierbij. Dat was mijn allereerste ervaring en daarom heb ik hem ook 3 jaar in de kast laten zitten, liggen. Ik had, wat ik had gedaan was een stempel inkleuren en ik was begonnen met langs de rand gaan kleuren. En ik had dat donker ingezet, gewoon op deze manier. En ik was gaan poetsen. En ik had het zo. En ik denk, ja, is dit alles? Ik denk, dat vind ik niet mooi, die harde lijnen. Dat past niet bij mij. Maar je moet proberen. Tenminste, dat is mijn ervaring. De randen wat harder aanzetten. En dan naar het midden toe ga je ietsjes minder druk uitvoeren op je potlood. Dus je maakt eigenlijk een stukje al wat lichter. En als je dat met, ik vind het fijn, met ronddraaiende bewegingen een beetje uitpoetst. Kijk, zie je wat voor verschil je dan krijgt? Kijk, en dit kan je, moet je zien hoe ver je dit nog uit kan poetsen, ook naar die kant nog. Ik ga het nu even helemaal uitpoetsen om te laten zien hoeveel pigment er dus in dit kleine stukje potlood al zit. En dit, kijk, die lijn zit er nu, maar ik kan die lijn niet meer wegpoetsen. Dat komt omdat deze nu permanent is geworden. Dus dat is, ja, aan de ene kant het grote voordeel van dit potlood. Aan de andere kant het nadeel, want je moet eventjes mee leren werken. En het is dus
gewoon een kwestie van proberen. De eerste keer had ik dus echt zoiets van, wat is dit? Ik heb het 3 jaar aan de kant gelegd en na 3 jaar heb ik het gepakt. En toen dacht ik van, stomme Janine, waarom heb je dat zo lang weg laten liggen? Waarom heb je niet gelijk nog een keer weer geprobeerd? Want het is juist een super gaaf potlood. Even kijken. Oh, moet ik wel de goede kleur doen? Gummetje. Gummetje, gummetje, gummetje. Nou, fijn dat ik die toch snel nog in mijn tas heb gedaan. Jullie hebben misschien wel gezien dat ik momenteel heel veel aan het tekenen ben. Dus ik zag deze nog op tafel liggen. Ik denk, ik neem hem even mee. Wij hebben nu ook van Couture Creations ook een heel fijn gum. Wij hadden er een van Derwent op zijn Hollands. Wat is het verschil tussen die twee? Deze kan je namelijk ook een puntje in doen. Ik heb de dikke punt niet bij me. Ik ga even kijken of ik hem eruit kan krijgen. Hier kan je namelijk een ander opzetstukje bij doen. En ik heb nu het hele fijne puntje erin gedaan. Hier kan je dus 2 opzetstukjes in doen. En dan kan je dus of heel fijntjes gaan gummen. Of wat grovere stukken. En met mijn tekenwerk heb ik dat hele fijne nodig. Ik vind hem ideaal. Dus je kan dat gewoon gaan wisselen. Nou, dat was even een onderbreking. Omdat ik een foutief kleurtje deed. Nou, we gaan dit gewoon proberen hoe dat nu dus in elkaar over gaat lopen. En dan ga ik eerst de ene kleur uitblenden en daarna pas de andere kleur. Oh, Dini heeft zich de hele dag vermaakt met enkele intense potloden. Kijk maar op mijn tijdlijn. Nou, als je dus meer over deze potloden wilt weten, ga dan zeker even bij Dini kijken. Dat is altijd de moeite waard. Dini is ook echt een kei in het inkleuren. Dus kijk zeker eventjes. Ja, dat is inderdaad. Thea Bouwland zegt al. Dat is dus het fijne van deze. Dat je laagje over laagje op kunt bouwen. Zonder dat het in elkaar over gaat vloeien. Nou, ik maak hier gewoon eventjes een echt een beetje niet Janine kleurtjes, maar dat hoort ook bij dit van Marleen. Kijk, en je kan kleur dus gewoon weer eraan toe gaan voegen. Nou, in het midden wil ik het gewoon een beetje de ene kant groen hebben, de andere kant geel, dus dat het echt in elkaar over gaat lopen. Nou, dat is toch leuk. Kijk, en zo heb je dus al, begint je plaatje echt al super leuk te worden. Ik wil dit groene ook weer terug laten komen in deze. En dat mag dus allemaal lekker fel. Even kijken. Gewoon in al die stukjes. En het voordeel bij dit soort fantasieding is dat je dus ook niet hoeft te letten op waar de schaduw zit. Want dit is gewoon. Even kijken, als je hiermee kleurt en je hebt na het drogen een soort streepjes, is het dan omdat je te weinig water gebruikt hebt? Waarschijnlijk niet te weinig water, maar dan moet je iets sneller misschien werken, iets meer uit gaan vloeien. En anders ja. Het kan liggen aan de hoeveelheid water. Dat is echt even gewoon testen en zelf feeling krijgen met je potloden. Ik zie ook een vraag over de Colorsoft. Nou, heel eerlijk, daar kan ik geen filmpjes over maken. Want ik heb de Colorsoft niet. Hebben wij ook niet in ons assortiment. Wij hebben heel veel potloden, maar die hebben wij helaas niet en kan ik dus ook niet laten zien. Bij deze wil ik dat lekkere felle gele kleurtje hebben. Nou, ik zal deze niet helemaal af gaan kleuren, want ik wil straks ook nog eventjes laten zien hoe je een bloem en dan gewoon lichter in kunt kleuren op een andere manier.
Want wat ik nu dus echt laat zien is gewoon rechtstreeks op je papier gaan kleuren. Even kijken, deed ik wel, nu gebruik ik vaak andere. Dini Spraco reageert al. Ja, Dini deed inderdaad altijd heel veel met de Colorsoft. Nou, nu andere potloden, ja. De ene keer gebruiken we dit, de andere keer gebruiken we dat. Dat is gewoon, ja, ook net waar iedereen zelf zin in heeft. En wat op het moment ook een beetje, ja, wat de trend is, wat past bij de stempeltjes die je hebt. Kijk, ik laat dat blauwe gewoon ook een klein beetje weer aan de zijkant over mijn project heen lopen. Dus dat dat in elkaar over gaat vloeien. Oh, dames, weten jullie wat ik helemaal vergeet? Ik heb denk ik alweer ijsthee. Ik ben mijn hele thee vergeten. Kijk, nu laat ik het hier aan de zijkant dus een beetje overlopen. En dan blijft het hier dus blauw en dan gaat ze dus niet in die andere kleur over. Ik vind het wel helemaal leuk worden zo. Nou, je kunt dus wel zien, je kunt dus echt streeploos hiermee kleuren, ondanks dat het een aquarelpotlood is. En heel veel mensen vinden dat lastig om met een aquarelpotlood rechtstreeks op papier te gaan. Maar probeer het gewoon eventjes. Nou, ik ga deze ook gewoon nog even een keer. Hier komt dus ook gewoon weer een laagje overheen. Ja, het zal nooit zo blauw worden als bij die andere kleur. Omdat er een andere kleur onder zit. Dus jouw, hier is jouw pigment rechtstreeks op wit. Dus jouw pigment is, hoe zal ik het zeggen? De ondergrond is helder. En hier zit zeg maar al een andere kleur onder. Dus je basislaag is anders. Dus je pigmenten pakken altijd anders uit. Dus je kan nooit zeggen van ik wil exact die kleur over een andere kleur. Want dat gaat niet. Maar je kan dus wel laagje over laagje opbouwen. En op die manier dus een nieuwe kleur creëren. Want als ik hier nou deze overheen had gedaan, dan was het wel een hele vieze kleur geworden met gewoon aquarel, zeg maar. Nou, dubbelwandig, dat maakt ook niet uit, want dan vergeet ik alsnog mijn thee. Dus ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. Ik zal het nu in ieder geval opdrinken. Ja, dit krijg je echt niet met de Colorsoft. En waarom niet? Omdat dit een aquarel effect is. En aquarel heeft altijd een beetje een waterachtig effect. Dus dat krijg je gewoon niet hetzelfde met de Colorsoft. En Colorsoft heeft veel minder pigmenten. Wat ik nog wel even wil laten zien, wat wel erg leuk is. Moet ik even kijken of ik mijn een stukje craft sheet. Even iets tussendoor, want ik zag het weer voorbij komen. De Liquid Pixie Dust. Ik ga hem eventjes goed schudden. Kan ik ondertussen lekker mijn thee even opdrinken. Want dit moet je wel eventjes goed schudden, dat alle glittertjes gewoon netjes erdoorheen zitten. Zo, dat was koude thee. De meeste zitten nu wel in. Eigenlijk moet ik harder schudden, maar dan ben ik bang dat ik de hele camera heen en weer schud. Volgens mij valt er mee. Pixie Dust van Ink on Tree. En daar zit een pipetje bij en daar kan je een klein beetje glittertjes op je craft sheet doen. Heb je aquarelverf? Kan je het ook gelijk gaan mengen met je aquarelverf. Het is een soort water met een hele extreme glitter erin. En nou kan je zeggen van, weet je wat tof is? Ik vind dit zo leuk. Ik ga hier lekker glitters overheen doen. En dat is dus ook het fijne van de Inktense. Een normaal watercolor ding. Dan zou je alles dus weer uit gaan vloeien. Want als jij dus jouw inkt weer activeert met iets vochtigs, gaat het weer lopen.
En dat gebeurt hier dus niet mee. Dus je kan hier gewoon echt een hele leuke laag glitters over aanbrengen. Nou, die glitters kan je overal bij gebruiken. Ik zal de glitters zo even dichter in beeld laten zien, want dit blinkt echt lekker. Straks voor de kerst is dit erg leuk bij de kerstplaatjes. Dit gaat eventjes weer aan de kanten, voordat ik ze met mijn vingers weer doorheen ga. Kijk eens, ik hoop dat ik het in beeld kan gaan krijgen hoe dat blinkt. Ik moet even kijken met vertraging hoe dat te zien is. Ja, de vertraging duurt eventjes, dus ja, volgens mij is het wel een beetje te zien hoe dit blinkt. Nou, er zit echt een, het is geen extreme glitter wat er in stukjes dik bovenop zit, zeg maar. Maar het is gewoon zo'n hele fijne, zo'n, ja, echt een mooi glanslaagje. Nou, dat is de manier dat je dus heel dik kunt gaan kleuren, heel fel kunt gaan kleuren. Maar je kan ook, als je zegt van nou, ik hou meer van dit soort zachte tintjes kleuren, kan je ook heel goed met deze potloden doen. Ik ga daarvoor even een ander plaatje erbij pakken. Ik ga even een stempeltje pakken. Ik had mijn eigen stempels gepakt. Dus deze... Dat is die stempel. Die roos heb ik ook nog klaar liggen. Deze heb ik ook nog klaar liggen. En ik ga nu eventjes met deze aan de slag. Grow towards the light. Nou, wat voor kleurtje gaan we pakken? Even kijken. Deze gaan straks weer in mijn bakje. Nou, we kunnen gewoon een beetje... Zullen we hetzelfde in roze doen of zullen we een keer in het geel gaan doen? Ja, dan heb ik alweer geel. Nee, we gaan nu een beetje in het roze. Ik denk dat ik even twee kleurtjes ga pakken. En ik ga de kleur Tistel pakken, dat is een beetje paarsroze, en de fuchsia. Fuchsia en de... Tistel 27. Die heb ik denk ik nog apart liggen. Want dat... Ja, die heb ik bij die andere ook gebruikt. Kleur je de plaatjes in om nadien te verwerken in je art journal, Janine? Nou, heel eerlijk gezegd. Ik kleur de plaatjes gewoon in om lekker ontspannen te worden. En daarna zie ik wel wat ik ermee doe. De ene keer wordt een kaart, de andere keer wordt een art journal. En ik heb al een hele serie plaatjes gekleurd liggen. Waar ik nog steeds wat mee moet gaan doen. Maar waar ik nog geen tijd voor heb gehad om af te werken. Dus ja, wat ik ermee doe kan ik niet 100% nu een antwoord op geven. Dat is gewoon echt even, ik kleur voornamelijk gewoon lekker voor ontspanning. Gewoon lekker rustig bezig zijn. Kijk, en wat ik nu dus doe, is op die stukken waar ik het donker wil hebben, kleur ik heel lichtjes. Bij die andere van net zagen jullie wel van dat ik dus wat harder aanzet. En nu kleur ik dus gewoon echt zonder die harde stukken. Zonder die donkere stukken. Kan dit met watermarken potloden? Dit is een ander soort potloden, Maria Albertina. Dit zijn potloden die dus, het is wel een aquarelpotlood, maar deze worden na droging watervast. Dus als je meerdere laagjes over elkaar gaat doen, dan zullen je laagjes niet in elkaar over gaan vloeien. En bij een gewoon aquarelpotlood blijft er dus mengen elke keer zo'n... Ja, elke keer als jij het weer met water gaat activeren. Dus er zit echt wel een degelijk verschil tussen. Nou, ik ga gewoon even bij alle blaadjes. De ene keer kleur ik blaadje voor blaadje. De andere keer kleur ik overal al een basislaag. Dat is gewoon, ja, een beetje op gevoel doen. Een beetje, ja,
waar heb ik nu zin in? Wat doe ik vandaag? Even kijken. Nou, deze mogen ook nog iets kleur hebben. Hier zet ik dus echt heel lichtjes aan, want bij deze ga ik laagje over laagje werken. En ik wil gewoon echt licht beginnen. Even weer in mijn waterbakje. Nou, dit wordt wel vrij licht. Maar dat maakt niet uit. Want je kan beter meerdere laagjes over elkaar heen doen. Dan in één keer te dik beginnen als je de lichte kleuren wil doen. Ja, en ik ben wel echt van die zachte kleurtjes. Bij bloemen mogen af en toe witte stukken zitten en mogen af en toe ook wat streepjes zitten. Vind ik wel mooi, want dan krijg je wat donkere accenten en dat je hier zeg maar dat lijntje een beetje gaat trekken. Dat ook gewoon een beetje op gevoel doen. Tenminste, ik doe het op gevoel. Dat is gewoon mijn manier van kleuren. Ik ben nu wel met allerlei cursussen bezig. Dus het kan best zijn dat ik straks echt zeg van... ik ga echt realistisch bloemen inkleuren. Voor nu doe ik het gewoon amateuristisch op mijn eigen Janines. En wat betekent dat? Kleuren opgevoeld, dus niet nadenken waar zit mijn schaduw. Ik let wel een beetje op dat onder de blaadjes, kijk hier zie je natuurlijk, hier zit het blaadje eronder. Dus daar moet uiteindelijk donkerder worden. Dus daar probeer ik wel een beetje op te letten. En misschien dat ik het op mijn gevoel wel ja, in één keer redelijk goed doe, geen flauw idee. Maar daar heb ik nog niet echt een theorie voor bedacht. Hoe dat voor mij het makkelijkste werkt. Ik doe met knutselen altijd. Ik kijk altijd naar iets wat voor mij het prettigste werkt. Want knutselen moet voor mij ontspanning zijn. En knutselen moet voor mij niet zijn dat ik op allerlei regeltjes moet letten. Want dan is het voor mij niet ontspannen. En ja, dat is voor een ieder op zich. Kijk wat jouw eisen zijn. Wat jouw wensen zijn voor het inkleuren. Kijk, jullie zien wel, het is nu echt heel lichtjes. Deze heb ik ook wel vrij lichtjes ingekleurd, moet ik zeggen. Maar dat maakt niet uit. Want wij gaan er zo meteen een andere laag overheen doen. Ik ga beginnen met een leaf green, denk ik. De 1600. Ik ben echt blij dat ik die kleurenkaart af heb. Want de punten, zeg maar, als je dat met elkaar gaat vergelijken. Kijk bijvoorbeeld naar de Field Green 1500. Je kan zien van wat voor, ja, het is een beetje een apart kleurtje groen. Dat zie je niet aan de punt af. Dus ga jij kleuren vanaf deze punt. Dat je denkt van nou, dat polo wil ik hebben en je zet dat aan. Dan kom je vaak een beetje bedrogen uit. Dan moet je echt even switchen van oh shit, dat had eigenlijk een ander kleurtje moeten zijn. Dat is mij al een aantal keer overkomen. Dus kijk gewoon eventjes, als je de tijd vindt, maak dan even een kleurenkaart. Want het is gewoon echt zoveel prettiger werken. Ik weet het, is niet altijd het leukste werkje. Het kost even wat tijd. Maar dan heb je ook wat. Je hebt er wel heel veel plezier van. Nou, ook die blaadjes, daar wil ik straks nog een ander lichter kleurtje weer overheen gaan zetten. Dus ook hier ga ik gewoon echt lichtjes aanzetten. Mocht ik wat vragen missen, dan probeer ik het later even terug te lezen. Maar ik zit nu natuurlijk wel heel erg met mijn neus op mijn papier gericht. En niet elke keer op mijn iPad. Dus mocht er een vraag voorbij schieten, dan eventueel nog een tweede keer stellen. Of anders dan beantwoord ik het later eventjes. Kijk,
En het leuke is dat ik nu straks dus ook een ander kleurtje groen er nog weer bij kan gaan bij toe kan voegen. En dat maakt het dan weer echt een stuk speelser. Nou, jullie zien wel, deze heb ik ietsjes meer pigment gedaan, dat groene. Maar je kan dus met deze potloden zowel echt heel fel gaan kleuren als gewoon lekker lichtjes. En nu laat ik ook hierbij de techniek zien van rechtstreeks op je papier en dan lichtjes kleuren. Maar je kan ook opnemen vanaf de punt. En die techniek zal ik straks ook nog eventjes erbij gaan gebruiken. Ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe laat het is. Ik heb nog niet het klokje van Jeanette gekregen. Ik denk dat ik zomaar eens eventjes moet kijken dat ik mijn horloge eventjes een keer aanzet van hoe laat het is. Even kijken, ik ga nog eerst even met die paarse verder. Ja, Rebecca zegt ook, maak eerst even een kleurenkaart. Dat is inderdaad wel verstandig. Nou, ik begin gewoon weer eventjes overnieuw met het inkleuren om een tweede laagje erop te gaan krijgen. En ik ben echt van het laagjes kleuren. Wie daar niet van houdt, je kan het in één keer feller aan gaan zetten. Het risico is dat je gewoon in één keer te veel pigment opzet. Dus dan kun je het niet meer uitvloeien. Of je moet echt gelijk gaan uitpoetsen met je waterbrush, zeg maar. Voor het tweede laagje, dan heb je al een mooi basislaagje eronder zitten. Dus dan durf ik op de een of andere manier vaak wel wat meer pigment al aan te brengen. Dus dan zet ik het wat harder aan. Wat kan je met die potlood doen die bij je gebracht is? Nou, dat ga ik straks nog eventjes uitproberen. Dat moet zometeen nog even gebeuren. Als het goed is, kan je daar ook mee blenden en dan hoef je dus geen water te gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd. En ik wil die puntjes nu nog even lichtjes hebben. Kan zijn dat ik hier straks nog wat donkere punten doe. Oh, 5:10 al. Jeetje, die tijd die vliegt als je plezier hebt. Dat had ik niet verwacht, dames. Ik dacht dat het nog maar een uurtje of 4 zou zijn. Ja, en dat is dus vaak het nadeel, hè. Daar ben je lekker bezig. Dan wil je het afmaken en dan time flies. Maar ja, goed, dan hebben we wel weer een leuk gezellig uurtje gehad. Tenminste, ik vind het altijd heerlijk. Dat inkleuren, ik doe het te weinig. Ik had het inkleuren ook alweer eventjes een tijdje niet gedaan. Maar als ik dit dan weer doe, dan is het wel heerlijk. Ik zie een vraag van Nancy voorbij komen. Die had ik net al wel in principe beantwoord. Als je deze kleurenkaarten wilt uitprinten, dan kan je het beste de 200 grams pakken van Vaassen. Die gaat bij mij wel gewoon makkelijk door de printer. Dus daar kan je gewoon je kleurenkaart rechtstreeks op het papier doen waar je mee kleurt. Want dat is dus inderdaad ook het wat je dus wel rekening mee moet houden. Als jij een kleurenkaart gaat maken, doe het dan wel op het papier waar jij normaal gesproken ook mee kleurt. Want ga jij het op een ander papier doen, het inkt pakt altijd anders uit op ander papier. Dus heb ik bijvoorbeeld een iets gele papier, gaat mijn kleur heel anders uitpakken. Dus werk de kleurenkaart uit op het papier waarop jij het liefste werkt. Nou, om eventjes de andere techniek. Je kan dus ook gewoon beginnen met even lekker dit te activeren op jouw potlood. Je hebt de verf aan jouw penseel zitten. En kijk eens hoe je dus, moet je wel even snel werken, want anders dan gaat dat natuurlijk allemaal opdrogen en dan is het permanent. Maar kijk eens hoe jij nu
een extra laagje weer aan kan brengen. En dan kan je eventueel, ik zal er zo met een mooie paarse overheen gaan, gewoon even om te laten zien wat het effect dan wordt. Want een bloem is in de natuur ook nooit één kleur. En daarom fantaseer ik ook altijd gewoon een klein beetje met de kleuren van dit wil ik erbij hebben, dat wil ik erbij hebben. Kijk, we zien wel, mijn bloem gaat nu bij laagje 3. Eigenlijk had ik het even iets moeten laten drogen tussendoor. Ik laat normaal gesproken mijn werk iets meer drogen. Want dan werkt het gewoon net wat makkelijker. Mijn papier begint nu een beetje nat te worden. Maar dat maakt niet uit. Hoe kom je aan die kleurenkaart? Die kleurenkaart kan je gratis downloaden in onze Facebookgroep. Waar je nu ook bent, zeg maar, die groep. En daar kan je hem bij bestanden vinden. Nou, ik had het bij dit plaatje bijvoorbeeld ook gedaan. Oh, scheisse. Nou, dat was dus niet de bedoeling. Blijkbaar heeft hij ergens opgelegen. Dus ik ga hem nu uitknippen, want hij heeft hele mooie strepen eroverheen gekregen. Ik heb hier bijvoorbeeld roze en paars bij elkaar gedaan. En dat kan je bij deze dus ook nog doen. Voor de accenten. Hier onderaan bijvoorbeeld. Even een paars erbij te gaan doen. En die paars pak ik dan hier weer een beetje op. Nu lijkt deze wel heel veel op elkaar, geloof ik. Ik zal een iets donkerdere paars erbij pakken. Nou, het hoeft eigenlijk niet eens een donkerdere paars. Maar als je nu goed kijkt, zie je die kleurscharkering al. Hier is het roze. En hier wordt het roze met een beetje een tintje erdoorheen. En dat maakt het gewoon zoveel speelser, je plaatje. Ik zal er gewoon wat paars bij doen. Dat ga ik hier eventjes doen. Kijk, en die paars die gaat er overheen. En dat gaat weer heel leuk in elkaar over. Dus hij gaat er overheen, maar ik kleur het een beetje tussen de stukjes in. Kijk, en zo zal ik deze met een beetje paars gaan doen. Maar deze laat ik dan bijvoorbeeld weer helemaal roze. Dus dan ga je blaadje voor blaadje een beetje kijken van hoe wil ik die schaduw erin gaan hebben. Nou, dit wordt dus, ik ga het niet redden om helemaal in te kleuren. Want ik zou ook nog even die tomboomarken gaan proberen voor jullie. En ik wil bij die groene nog even laten zien dat er een ander kleurtje groen bij kan. Of dit plaatje gewoon helemaal goed ingekleurd wordt, weet ik niet. Het is gewoon echt even een testmiddag, zodat jullie zoveel mogelijk zien van deze potloden. 1320 pak ik er gewoon bij. Vind ik wel een leuk kleurtje. En dat kleurtje wil ik niet te veel op mijn blaadje hebben. Dus ik ga het er een klein beetje bij in laten vloeien. Dus kijk, af en toe gewoon eventjes iets een andere kleurtint. Het kan gewoon een compleet andere kleurtint zijn. Dan kan ik straks nog met de andere groen weer overheen. Dat het gewoon echt in elkaar over gaat lopen. Ook daarmee kan je spelen. Ik vind het heerlijk om gewoon te proberen. Op de een of andere manier met aquarel vind ik het gewoon fijn om kleurtjes uit te testen. Kleurtjes over elkaar heen. Niet opletten wat het precies is, wat het effect is. Lichtelijk loslaten. Kijk, en dan kan je die andere groen hier weer donkerder aan gaan zetten. En dat laat ik weer een klein beetje uitvloeien naar die kant toe. Kijk, en blaadjes die hebben natuurlijk nooit exact dezelfde kleur.
hij mag hier onderaan even lekker wat donker. Dus je kan ook gewoon rechtstreeks vanaf de punt gaan kleuren. Je hoeft niet altijd op je papier aan te zetten. Dus heb jij moeite dat jij zeg maar die strepen niet weg kan werken met deze potloden? Begin dan eens eerst met die punttechniek. Want dan heb je de feeling van de potloden in principe. Dan weet je het effect van de potloden en daarna ga je dan die andere techniek proberen. Wordt het niet te nat met water in het waterpenseel? Nee, ik heb hier de push button van Derwent. En dat betekent alleen als ik hem indruk komt er water uit. Ik druk hem nu niet in omdat ik dat niet wil bij dit project. Ik heb er nu een bakje met water hier aan de zijkant. Maar deze haartjes die blijven gewoon veel water vasthouden. Dus ik ga echt niet elke keer met mijn penseel daarin, want dan wordt het wel te nat. Ik kleur gewoon een beetje op gevoel. Als ik denk van ik moet hem weer nat maken, doop ik hem er weer in. Even kijken. Wat ik nog dan kan laten zien van alleen met die punttechniek, als je dat graag wilt. Kan je ook zeggen van ik ga echt zo gelijk beginnen met alleen deze punt. Nou, volgens mij wilde iemand hier binnenkomen. Want ik hoor de deur. Kijk maar, je kan dus ook gewoon beginnen met die punttechniek. En dus zeggen van ik begin heel lichtjes en ik ga naar wit toe kleuren. En dat kan je dus met deze punttechniek heel makkelijk doen. Nou, daar moet hij fel worden. Oké, dus ben jij een starter met deze potloden? Begin dan gewoon lekker even wat voor jou het, wat jij denkt wat het makkelijkste werkt. Nou, ik vind zelf voor het gemak zou ik dan kiezen voor deze punttechniek, want dan kan je iets meer doseren. Dus kijk gewoon wat voor jou het prettigste is. Heb jij ook grote vlakken, dan kan je ook zeggen van nou weet je, ik doe hier nog een klein beetje extra erbij. Dan kan je er een klein beetje mee sjoemelen om die vlakken gewoon snel gekleurd te krijgen. Dus dat is ook nog weer een beetje techniek. Hoeveel tijd besteed jij om een plaatje in te kleuren? Nou Rebecca, daar kan ik geen antwoord op geven. Want het maakt mij niet uit hoe lang ik ermee bezig ben. Ik kan met een plaatje zoals deze, kan ik echt wel 3-4 uur bezig zijn. Maakt mij helemaal niks uit als ik maar lekker aan het kleuren ben. Als ik mijn hoofd leeg ben. Als ik denk van ik ben tevreden, stop ik ermee. De ene keer ben ik met een uurtje klaar. De andere keer 2 uur, soms een half uurtje. Ik kijk niet naar de tijd wat dat betreft. Het gaat mij om het eindresultaat en het plezier wat ik ermee heb. Nou, één ding wou ik nog proberen, want anders hebben ze hem natuurlijk voor niks gebracht. En dat is de Tombow Blender. En daar schijn je dus ook mee te kunnen uitblenden. Nou, we gaan het proberen. Dus dit is voor mij ook een verrassing of het lukt of niet. Dat wil ik daar hebben. Nou, kijk toch eens. Dat gaat dus ook. Ik weet niet hoe mijn punt gaat blijven als ik dit dus met allerlei kleuren ga doen. En in hoeverre je dan makkelijk kunt blenden. Ik kan nu zeggen van de eerste ervaring is gewoon heel goed hiermee. Maar dit is dus echt of je daar heel veel laagjes mee over elkaar heen kan doen. Ik kan het nu nog niet 100% zeggen. Maar voor het eerst, mijn hele handen worden glitterig. Voor de eerste ervaring zeg ik van, dit is wel ideaal. Tenminste zeker voor dit soort plaatjes. Of ik het voor bloemenstempels zou gebruiken, weet ik niet. Want
Het is wel een ander effect dan watercolors. Als je echt met watercolors, ja, dat krijg je alleen met water. Ja, vooral met kleurboeken, zegt Ria. Ik denk inderdaad dat dit voor kleurboeken, dat dit gewoon echt ideaal is. Want dan gebruik je dus ook niet te veel water. Kleurboeken kunnen namelijk minder water aan. Zoals dit is aquarelpapier, dus daar kan je echt, ja, dat is bestemd voor water. Dus je kan laagje over laagje gaan doen. Mits je natuurlijk wel genoeg, bijvoorbeeld de 300 gram pakt. Maar in een kleurboek heb je natuurlijk ander papier zitten. Dus daarvoor zou je inderdaad, ik denk dat als je bijvoorbeeld die kleurboek van Emanuele Colin hebt, dat dit gewoon echt wel een ideaal middel is. Nou, ik vind dat wel een hele fijne tip. Dus dank je wel Ria Hermkens voor het doorgeven. Je kunt dus ook met de Tombow de blender. Ik zal die ook nog gaan linken in de groep. Dat is de N00. Kan je dus ook gaan blenden. En aan de andere kant, de Tombow heeft ook altijd een losse punt. Nou, Tombow markers, om maar gelijk een uitstapje dan te maken. Hebben wij ook in ons assortiment. We hebben alle kleuren. Ook deze zijn per stuk te verkrijgen. En het is ook op waterbasis. Dus het is een soort aquarel. Je kan het gebruiken voor je watercoloring. Voor brushlettering, want het is een brushpen. Nu heb ik hier natuurlijk geen inkt aan zitten. Kan wel. Kijk, je ziet wel, je kunt hiermee handletteren. Niet dat ik dit kan. Ik schrijf gewoon eventjes iets. Maar dat kun je dus ook met deze markers gaan doen. Nou, dit kun je dan nog weer een beetje uit gaan blenden. Dit is dus ook leverbaar. Ik weet niet in hoeveel kleuren. Maar dit is ook op waterbasis. Dus hiermee zou je ook je afbeelding nog weer in kunnen kleuren. Dit hebben we echt, ja, ik denk dat ik hiermee ook nog wel een keer een uitzending ga doen. Maar dat komt nog. Komt tijd, komt raad, zeggen ze altijd. Nou, volgens mij heb ik jullie vrij veel informatie gegeven. Oh, het is in 108 kleuren, zegt Marieke Dijkman. Dank je wel. Ik heb jullie denk ik best veel informatie gegeven. Mochten jullie nog vragen hebben, laat het vooral weten. Wellicht zal ik hier nog wel een keer weer een uitzending mee geven. Dat we er gewoon nog een keer weer mee gaan kleuren. Ik wil iets meer kleuruitzendingen gaan geven. Dus dat komt vanzelf wel goed. Wat ik allemaal live ga doen, zien jullie in de komende tijden wel. Ik heb dus geen plaatje helemaal af, maar ik hoop dat ik jullie wel op deze manier veel informatie heb kunnen geven. Dingetjes heb kunnen laten zien, dingen heb kunnen testen samen met jullie. Ik vond het in ieder geval een leuke middag. Iedereen weer hartstikke bedankt. Wanneer het filmpje online komt, weet ik niet. Ik loop nog wat achter, dus het komt wel op ons YouTube kanaal. En tot die tijd kun je het gewoon hier in de groep terugkijken. Voor nu alvast eet smakelijk voor straks. Een fijne avond en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!